Hoe lang kennen jullie elkaar? 11, 12? Ja, zoiets. 11, 12. Ja. Toen we elkaar ook voor het eerst ontmoetten, was het wel... wat opviel, is dat wij beide ongeveer dezelfde bouw hadden. Ongeveer groot. Vergeleken bij ons leeftijdsgenootje staken we het echt met kop en schouder bovenuit. En het was moeilijk voor mensen om ons uit elkaar te halen, ook van afstand die ons niet kenden. Ik weet wel, ja, hij speelde vroeger altijd op die hoge Van Hanegem, die hoge schoenen. Dat vond ik altijd heel onhandig, maar hij kon er wel wat mee. Ik denk dat op het pleintje in de buurt dat wij best wel ambitieus waren. En, ja, maar iedereen kon wel voetballen. Ja, iedereen kon voetballen. Iedereen kon gewoon voetballen. En soms denk ik wel eens over nadenken van ja, waarom hebben wij het nou wel gered? En die andere jongens niet, die konden ook allemaal gewoon goed voetballen. Ja, daar kan ik eigenlijk, heb ik graag geen antwoord op eigenlijk. Toen je het interview met Frenk las, of hoorde over hem, zei hij is veel extraverter geworden. Hij was vroeger heel introvert. Ja Frenk was introvert. En ik ben heel extravert. Dat is natuurlijk toch een tegenpool. Frenk was wel dat extravert als hij op een gegeven moment een heel klein borreltje op hebt. Dan begon hij te hangen aan je. En dan kwamen alle verhalen, kwamen zijn emoties los. Want hij, ja. En aan de andere kant was ik af en toe ook wel eens een keer jaloers op zijn manier. Want hij kon met een simpel antwoord kon hij eigenlijk zeggen van nou, tot hier en niet verder. En daardoor hield hij goed zijn grenzen. Ik moest altijd vechten om dat mensen die grenzen niet overgingen, omdat je juist zo open bent. Jullie uiten ook in het interview over je maatschappelijke betrokkenheid, alle twee, ook Frenk. Jij deed dat vroeger al wel eerder, Ruud. Hoe kijk je naar de uitslag van de verkiezingen? Ja, dat was geen verrassing, denk ik. En nu moeten ze nog maar een kabinet gaan vormen. Dat zal ook nog een uitslag. Ja, voor mezelf vind ik het oké. Okay, ja. Ja. Maar jullie hebben al gestemd ook? Ik kon niet stemmen, ik was in Qatar. Maar wat ik niet wist, is dat ik iemand kon machtigen. Dat was stom. Ja. Dat wist ik niet. Maar ja, dat weet ik nu voor de volgende keer. En jullie zeggen waarschijnlijk ook niet wat je gestemd hebt? Nee. Wat heb jij gestemd? Ik heb uiteindelijk Lodewijk Asscher gestemd. Nou, dat heb je heel goed gedaan.